Ik heb vandaag een onmogelijke opdracht, jongens. Ik ben namelijk in mijn eentje de imposter tegen 9 crewmates. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat lopen. Dus heb je hier zin in? Laat even een like achter. Dat zou heel erg gewaardeerd worden. En abonneer even op mijn kanaal. En dan gaan we kijken of ik als enigste imposter de game kan gaan winnen. Het wordt lastig. Het wordt heel erg lastig. Dus ja, we gaan het gewoon zien. Dus ik zou zeggen, let's go. Je kan het weer zien, jongens. Oh my god. Alex eruit. Nee, dat was een grapje. Bro. Kom even normaal spelen, anders ga ik wat anders doen. Ik was net mijn intro aan het doen. Kom maar skip even. Partij poepen. Heb je een laptop of zo, Torben? Torben speelt op de laptop verder, ja. Ga gewoon op je laptop gaan kakken. Hoe werd je niet in gekald dan? Ja, omdat Tom zei dat het Alex was voor mij. Maar waarom? Ja, maar ik moet gewoon even weten, Alex is nu de imposter. Oh, Tom krijgt ook een fout. Ja, ik kan. Hey joh! Oh, dit is, ik wilde mijn intro doen. Ik wilde zeggen, welkom bij weer een nieuwe video. Ik ben vandaag de imposter met Alex. Dus we gaan eens even kijken hoe we dat gaan aanpakken. We hebben nu wel mindere koer dan als het goed is. Hey, ik heb hier ook een tas. Zou ik hier gewoon een kill op maken? Ja, dat kan helaas niet. Helaas kan dat nou niet. Doe ik lekker de lights uit. Zo. We zijn lekker met z'n allen bij elkaar. Lekker met z'n allen bij elkaar. Lekker zo. Ik ben bang hier. Ik ben bang hier. Ik weet dat ik de imposter ben. En ik kan niks doen. Let's go. Allright, Alex gaat daar naar binnen. Ik ga gewoon de lijst proberen te fixen om mezelf een beetje in te kafferen. Maar, laat even een like achter, zou heel erg gewaardeerd worden. Abonneer even op mijn kanaal. Let's go. Kijk, hier moeten we weg nu. Hier moeten we nu weg. Wat gaan we doen? Ik heb geen idee wat we precies gaan doen. Dus, smash even op die like knop als je dat inderdaad nog niet hebt gedaan. Hey jongens. Hallo. Hallo. Torben is aan het poepen. Torben is legit aan het poepen. Nice. Oké, dan moeten we die niet kunnen killen. Nou jongens, we mogen nu Alex wel eruit stemmen. Ik wou net zeggen, ik kan Torben fout, want die zit te schijten en voor mij staat Jesse in zijn lichaam. Ja, het is, ik sta er nu in, maar... Ik foutje, Rick. Hoezo wil je mij foutje? Je hebt Santino. Ik heb jou niet eens ergens überhaupt kunnen zien. Oh, Rick is dood. Wat? Helemaal niet. Nee, Tom is dood. Rick, ik bedoel Tom, jezus. Wat moet je bij die in de task doen die wij net deden? Nou, dan moet je klikken op die raketten, weet je wel. Ja, maar ik spam de kerk. Hey, wisten jullie trouwens, hebben jullie die temperatuurtest? Als je die temperatuurtest hebt, dan kan je hem gewoon ingedrukt houden in plaats van losklikken. Yo. Ja. Wist je dat? Ja. Nee, je moet, kijk, Rick, je moet zeg maar vierkantje klikken. Je moet alle vier vierkantjes ook klikken, maar ze verkleinen de hele tijd, dus je moet de hele tijd blijven klikken. Oh, jezus. Wist je dat niet? Ja, mijn jongen. Nee, dat wist hij niet. Hey, het is trouwens Alex. Even om terug te vallen op wat is wel Alex. Hey, hoe kom je erop dat ik het was? Ik heb geskipt, Kolo. Maar ik ben hem niet. Jawel, je hebt letterlijk Tom. Torben niet, Santino niet, Rick niet, ik ben het niet. Alex, stop. Alex is het. Ik ben hem niet. Jawel, maak je nou niet belachelijk. Ik maak me niet belachelijk. Jawel, dat maak je wel. Als jij niet bent. Wie is het dan? Frappuccino. Oh. Maar wie is het? Kas, ben jij het? Alex. Kas zegt ook weer geen woord, hè jongens. Kas. Maak me gereed uit. Knal eerst even Alex uit. Kas. Kas. Waarom praat Kas Alex, niet? Alex. Het is Alex. Ik heb geskipt, want ik ben hem Alex, niet. Nee, ik heb ook geskipt, maar ik dacht, ik heb te vroeg gestemd. Ik allemaal bij dat ik ben, want omdat ik ben letterlijk niet. Omdat Santino het zegt en ik vertrouw Santino. Ik heb te vroeg gestemd, anders had ik op Alex. En ik vertrouw Rick. Jij liep uit paniek, liep je naar boven, wist je, dacht je sowieso, kut. Nee! Jawel, dat wist ik wel. Nee! Oei. Wie heeft er geskipt? Wow, broer, je moet niet skippen. Ik had al geskipt. Alex. Oh. Waarom, Kas, waarom stem je bij mij? Waarom skip jij? Ja, omdat ik te vroeg gestemd had. Omdat ik dacht dat er geen idee gedaan was. Ik het is. Ik had te vroeg gestemd. Maar ik ben het niet. Zo ben ik mezelf er nog even goed uit te lullen. Fucka. Ik ben echt de lul. Hoe moet ik dit nou weer met eentje gaan doen? Hoe moet ik dit nou weer met eentje gaan doen dan, jongens? Kom eens uit. Waar de fuck zit Koms? Hier zo. Kan ik hiermee kutten? Blijkbaar is het gefixt. Ja, iedereen is hier bij elkaar. Duurde wel lang voordat Rick hem fixte. Vonden jullie dat niet? Hey boys. Duurde wel lang voordat Rick hem fixte, maar dat is mijn mening. Zo. Hebben die uitgesloten. Ga ik even die contem in. Ga ik dadelijk even... Wat gaan we callen? Oh, ik ga O2 callen, denk ik. Eigenlijk wil ik het hier weer uit dadelijk. Als ik deze kan gebruiken. Zo. En dan ga ik O2 even callen. Even kijken. Kan die al? Ja, die kan. Oh, kut. Dat zijn de deuren. Fuck. Deuren kunnen daar dicht. Doei, Santino. Nu moet ik wel hier heel snel wegwezen. Kunnen deze deuren dicht? Deze... Oh, fuck. The fuck? Luca, kom met mij mee. Ik wil samen testen. Nee, want ik denk dat jij mij gaat killen. Maar deze kill is daar ik niet geweest.
Oké, hier is iets super weirds gebeurd. Is het double kill? Nee, het is geen double kill. Nee, we hebben... Wacht even. Ik heb die map nodig. Maar oké, je weet wel de ding waar je kan zien waar je de vitals, weet je wel? Ja. Dat was ik. En het ging er vanaf en Sotino liep weg. En ik dacht van, oké, weet je, ik ga niet uit het stalk, anders krijg je zeik. Oeh, wel, dat is de verkeerde map. Maar dat wou ik dus eigenlijk zeggen, maar ja. Ja, dus ik dacht van, ik ga niet erbij omlopen, want dat is gewoon irritant. Dus ik loop er weg, ik ga weer bij vitals kijken, opeens zie ik Bruin dood. Dus ik denk van, was dat Santino? Toen liep ik terug en ligt hij in de gang dood. Dus er wacht, is... je ziet Bruin dood? Ja. Oh zo, ik snap het nog. Dan is het ja. Niet maar, waar kan je dat zien dan? Rick vertrouwde ik vertrouw Torbe. En ik vertrouwde Santino. Wie is nu bij elkaar dan? Want mij niet. Darik is deze kill niet geweest. Het is dus of Chesto of Jesse. Nee, ik ben het ook niet. Bij of nee, nee, dan is het Jesse. Ja, klopt. Jesse kan het niet zijn. Die was dan is het Chesto. Chester, ik ben het niet. Het nadeel is dat jij net skip vote klikte. Bro, ik heb te vroeg gestemd, dat zeg ik niet. Anders had ik op Alex gestemd. Als Torbe zegt dat het kast niet is, als Torbe zegt nee. Dat het is, is het maar luister niet. Even, luister dit even. Toen Koms uitging, hè? Wie stond er bij mij bij Koms? Ik sta met Tarik en ik fix dat ding, ik loop weg en Rick staat aan dat ding te draaien. Ja? Ja. Op mijn beeld was hij gefixt, ik loop weg en Koms staat weer uit. Ik ben het ook niet, dus waarom stemmen jullie dan al op mij? Ja, omdat waarom Torbe zegt dat het kast niet is. Ja, en wij hebben Jesse boven gezien. Bent. Wat? Wij hebben Jesse boven gezien en maar wie Torbe zegt nou, want dat het kast niet is. Dus dan blijft Chesto over. Bro, waarom weer op mij kast? Jij stemt net ook al zonder reden op mij. Ja, ik skip hem. Maar als het Chesto niet is... Ja, ik ben het niet. Ik ben het niet, jongens. Dan is het kast. Of Jesse. Ja, daar ben je nu al te laat mee. Misschien ben ik het wel, ja. Ja, daar kom je nu achter, ja. Maar dat maakt niet uit, want dan heb ik Alex er al uit. Anders heeft Cas echt speedrun. Ja. Maar dat is niet erg, maar we hebben Alex er al uit. Dus heeft hij sowieso gaan. Nu. Jullie zijn toppertjes. Jullie zijn echt toppertjes. Oh, Alex, waarom ben jij zo'n klapmogol? Tom, hoe is gewoon dood? Ja, maar bro, speel even. Oh my god. Dat was geen hele slimme. Ik wist niet dat Santino aankwam lopen. Rick, ik wist ook niet dat jij in vitals zat, ouwe. Ik wist niet dat jij in vitals zat. Alle twee gevallen was Rick bij me. Oh my fucking god. Waarom stemden we gewoon Alex er niet meteen uit? Shit.